super fijn dat jullie er zijn. Want stoppen met roken, dat is al zwaar. Laat staan als je dat in je uppie moet doen, dat is een crime, zegt elke ervaringsdeskundige. Dus vandaar dat wij heel blij zijn met jullie deelname aan Stoptober. Ja. Voor de 11e keer. Inmiddels ongeveer 500.000 mensen die gestopt zijn. En dat is ook nodig, want wij streven naar een rookvrije samenleving voor een rookvrije generatie. Nou. Wij moeten er gewoon samen voor zorgen dat jongeren opgroeien zonder roken en zonder nicotine. Dat is een ding, want vapen is bizar verslavend. Iedereen is nu wel aan het vapen. En die nicotine die gaat rechtstreeks naar je hersens, gaat daar ook niet meer uit. Met als gevolg dat jongeren 3 keer zo snel beginnen met roken. Dat kan niet de bedoeling zijn. En nou kun je zeggen, van dan moet je naar die jongeren wijzen of op een schoolplein op een kistje gaan staan. Wij streven ernaar om het aan te pakken bij de bron. De tabaksindustrie. En daarom zijn wij zo blij dat jullie hier zijn. Want uiteindelijk het is de tabaksindustrie die zorgt voor. Dus onze oproep is ook, laat je niet voor het commerciële karretje spannen van de dodelijke tabaksindustrie. Want die verdingen elke keer bedenken ze wat anders. Je hebt nu ook weer iets nieuws. Ja, maar dat is allemaal geen enkel probleem. Maar je krijgt de nicotine binnen en je raakt verslaafd eraan. Want het is de tabaksindustrie die zorgt ervoor dat er steeds nieuwe dingen worden bedacht. Want hoe je het ook wint of keert, mensen die roken, jongeren die roken, die zijn ziek, worden ziek. En zijn dood of gaan dood. Dus er moet wat anders bedacht worden. En dat klinkt heel wreed. En dat is het zo. Dus vandaar Stoptober. Vandaar super blij met jullie inzet. Heel veel succes. En namens ons allemaal, dankjewel.